Hallo, leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog en je denkt, hey, waar ben jij? Niet in je gamekamer. Dat klopt. Ik ga vandaag vloggen, of deze week vloggen, want ik heb zoveel leuke dingen op de planning staan, dat ik dacht, dit wil ik allemaal vastleggen. Laten we maar beginnen. I could always be the one you wanna call when it's cold outside. We zijn net begonnen met een personal training. Daar heb ik niet veel van gevlogd, maar wel de locatie. Dus die laat ik nu even zien. En nu is het tijd dat ik naar een fotoshoot ga. Ik ga eindelijk eventjes een keer buiten de deur iets doen vanuit een sponsor, met MSI. Ik ben gesponsord door MSI Notebook, dat weten jullie denk ik wel. En zij hebben een fotoshoot ingepland met al hun content creators. En daar heb ik vet veel zin in. Ik ben wel de enige dame. En heel gek. Ze hadden echt zo'n schema en planning met wie er hoe lang moest. En iedereen, zoals Paper, die moest 20 minuten. En ja, gewoon eigenlijk moet iedereen 20 minuten. En bij mij stond 50 minuten. Dus ik ben een beetje bang wat ik allemaal moet gaan doen. Maar goed, we gaan er nu heen. Ik heb dus net getraind. En ik ben dus wel benieuwd of ik daar zou kunnen omkleden. Anders moet ik nu naar huis en dan wordt het allemaal super krap. En als ik daar zou kunnen omkleden, kan ik even rustig... Ja, omkleden. Dus ik ga even bellen of het kan. Goedemorgen. Hey Patrick, met Mattia. Hallo. Hoi. Ben jij vandaag ook bij de fotoshoot aanwezig? Ja, ik ben er al. Oh, ja, want ik had net personal training en dat liep een beetje uit. Dus ik vroeg me af of ik daar zou kunnen omkleden of kan dat niet? Goed. Ja? Ja, helemaal goed. Oké, bedankt. Tot zo. Tot zo. Oké, nou, dat is geregeld. We kunnen daar omkleden. En ik heb nog iets gemaakt. Ik heb het dus helemaal ingepakt, maar ik heb dus gisteravond muffins gemaakt. Daar had ik vet veel zin in. En ik dacht, dan kom ik daar aan. En dan hebben we wat lekkers voor iedereen die er is vandaag. Maar er zijn nog maar 10. Oeps. Oké, ik ben dus net aangekomen in Den Bosch. En ik bedacht me net dat ik net ben wezen sporten. En ik heb echt iets zo doms gedaan. Ik heb dus geen gewone schoenen meegenomen. Heel dom. Dus ja. Nu heb ik dus alleen maar sportschoenen voor de fotoshoot. Ik denk dat ik nog liever op sokken ga dan op sportschoenen. Dus dat is lekker dom weer van mij. Maar ja, ik ken mezelf. Hè? Het verbaast me ook weer niet. En ik ben ook gewoon vergeten... foundation mee te nemen. Dus de pukkels die je ziet, die ga je ook op de foto's zien. Heel erg. Maar ik heb verder nog geen make-up op. Het zit er weer op, jongens. Dat was echt zo leuk. Ik vond het echt zo leuk. Ik durfde niet te vloggen, want ik vond het veel te awkward om te vloggen. Maar ik vond het wel echt zo leuk om even weer onder de mensen te zijn. Even wat nieuwe praten horen. Ja, echt zo leuk. Ik heb wat beelden die je hebt gezien. Dus daar kun je wel wat mee. Eventjes bestellen. Er was gelukkig een visagist, dus... ik hoefde gewoon niet mijn make-up zelf te doen. Kijk hoe mooi mijn make-up zit. Dat heeft die visagist dus nu gedaan. Echt super nice. En die schoenen, ja, was awkward. Maar uiteindelijk kwam mijn voeten er dus helemaal niet op. En nu ga ik eventjes iets bij de Mac halen. Hoi, zou ik een Big Mac mogen? Ja. Gewoon los. En dan doe er maar een Cola Zero bij. Medium? Klein, alsjeblieft. Ja? Oh nee, mag ik hem toch aan medium? Sorry. Toch medium? Ja. Ja? Ja, dat was hem. Klein ogenblikje, dan mag u pas doorrijden naar het eerste raam. Volgens mij krijg ik nou een medium en een klein. Dus, ik merk dat ik echt wel superveel energie
een drive krijg om meer te streamen als ik ook gewoon af en toe onder de mensen ben. Ik mis dat wel echt in die coronatijd en dat zal iedereen waarschijnlijk hebben. Kijk, ik ben gewend om thuis te werken, dus dat vind ik nooit zo'n probleem. Maar even onder de mensen, even geklet, andere praat, ja, daar ga ik gewoon heel goed op. Ja, daar ben ik wel blij omdat het nu... Ja, ik vind het echt leuk vandaag. En nu ga ik weer naar huis, snel naar huis. En dan kan ik weer gaan streamen. Want ja, dat gaat natuurlijk ook gewoon door. En dan hebben we donderdag gewoon weer een fotoshoot. Maar daar praat ik jullie later over bij. Voor nu is het vandaag het fun. De fun is over voor de vlog. Dus tot de volgende. Een nieuwe dag. Een nieuwe dag. Nagini ligt lekker zichzelf schoon te maken op de achtergrond. En ik ga jullie weer meenemen, want ik ga wederom op pad deze week. Ik ga namelijk met mijn moeder naar prenatal. Dan denk je, wat moet je daar nou? Nou, mijn schoonzus is bijna uitgerekend. 16 mei krijg ik weer een neefje erbij. En we willen een leuk kraampakket samenstellen. Dus mijn moeder en ik gaan nu naar prenatal om... om een kraampakket samen te stellen. Dus allemaal leuke dingetjes voor de nieuwe baby. Natuurlijk, ja, is er gewoon al. Ze hebben al een hoop. Omdat Flynn ook een jongetje is. Dus daarin kan hij heel veel dingen van Flynn aan. Maar wij vinden dat hij ook nieuwe dingetjes moet krijgen. Dus we gaan vandaag lekker shoppen bij de prenatal. En ik ga jullie meenemen. Deze week. De laatste dag dat ik echt dingen voor werk verplichtingen heb. En dat is als laatste dus een fotoshoot met de Gelderlander. En dat het is wel leuk. Ik heb dus mijn gamekamer opgeruimd. Want ik denk dat ze een fotoshoot willen doen in de gamekamer. Dus ik heb de ballonnen inmiddels weggehaald. Ik heb mijn bureau opgeruimd. En tijd dat ze kunnen komen. Ik ben benieuwd waar het interview heen gaat en ik zal het zeker op mijn socials laten weten als die in de krant staat. Het is dus voor de Gelderlander. Moet je volgens mij wel in Gelderland wonen en wil je dat kunnen kopen. Maar misschien is er ook wel een online artikel bij, dat weet ik niet. Ik ga het in ieder geval delen op mijn socials. Dus hou me in de gaten daar. Dat je gewoon achter je... Oké, dan ga ik je daar en daar. Die vind ik goed. Ik ga even een klein beetje rijden. Heel goed, heel goed. Ja, oh fuck. Hou vast, hou een beetje vast. Hoe terug jij? Je moet hem dwingen om te laten blijven zitten gewoon. Kijk, heel goed. Ben ik al live? Yes. Oké, ik zit even in de auto. Ik heb jullie neergezet, want ik moet gewoon op de weg letten. Maar, fotoshoot zit erop. Ik heb een klein filmpje hiervoor laten zien. Dat had de interviewer... geschoten. Was wel grappig, want ik heb vorig jaar ook in de Gelderlander gestaan. En het was dus dezelfde fotograaf. En dat was een hele aardige fotograaf. Dus het was super leuk. En Nagini moest ook op de foto. Dat was zo grappig. Want ze wilde absoluut niet. Jullie kennen Nagini. Ze wil altijd wel in de buurt, maar niet op mij zitten. En dat wou de fotograaf. Dus ja, dat lukte niet helemaal. Maar dat kwam. Ja, ik denk dat het wel leuke beelden uiteindelijk heeft opgeleverd. Ik weet niet wanneer ik die foto's krijg, maar jullie zien het vanzelf wel verschijnen in mijn, op mijn socials. Nu meteen door naar de volgende afspraak. Ja, dit is niet voor werk of zo hoor. Dit is gewoon voor mezelf. Ja, het is een klein beetje voor werk, want ik heb nog een fotoshoot over 2 weken. En dan wil ik een beetje in shape zijn. Dus ik ga nu naar mijn tweede personal training deze week. Ik doe 2 keer een half uurtje trainen. En ik heb spierpijn gehad van de afgelopen keer. Ik moet even kijken of ik iets kan filmen. Waarschijnlijk niet, want ik voel me altijd een beetje awkward om daar te filmen. Maar wie weet doe ik het wel. En daarna gaan we de nageltjes doen. Daar heb ik heel veel zin in, want ze zijn heel lang geworden in de tussentijd. Dus nu ga ik eventjes een leuk kleurtje erop. En ik zit eraan te denken om een beetje oranje vibes. Dus misschien een beetje peachy of zo.
voor het Koningshuis natuurlijk, want het is bijna Koningsdag. Dus dat zijn de plannen voor de rest van de dag. En als we thuis komen, dan ga ik weer streamen. Maar tot die tijd neem ik jullie mee. Ja, ik kan bijna mijn vlogcamera niet omhoog houden, jongens. Oeh, aan de wind. De personal training zit erop. Het was precies op tijd. En nu ben ik precies op tijd voor mijn nagels. Dus het is weer helemaal top gepland vandaag. Ik heb niet gefilmd en de nagels ga ik ook niet filmen. Maar ik kan wel even voorshot filmen. Kijk, zo zit nou een soort lichtroze glitter op. En dan laat ik je zo zien hoe het eindresultaat is. Het eindresultaat. We hebben leuke licht oranje, een beetje peachy, wat ik al zei. Nageltjes voor het Koningsdagje wat eraan zit te komen. Super leuk. Ik zit dus altijd aan mijn neus. De afgelopen tijd heb ik een paar video's geëdit en iedere keer zit ik aan mijn neus. Waarom heb ik de hele tijd een kriebelende neus als ik praat? Ik weet het niet. Maar mijn nagels zijn weer gedaan. En dat betekent dat alle leuke fun dingen voor deze week er een beetje op zitten. Ik vond het leuk om weer een keer een week vlog te maken. Vonden jullie het ook leuk? Laat het me weten of ik het vaker moet doen. Steeds meer dingen gaan open. Hè? Terrasjes, winkels. Dus we kunnen weer een stuk meer. Ik heb er heel veel zin in. En ik vind het eigenlijk best wel leuk om het vast te leggen. Want we zaten laatst ook Shanghai vlogs terug te kijken. TwitchCon vlogs. Het is gewoon leuk om terug te kijken. Een soort videodagboek wat je hebt. Waar je terug kan kijken van, oh ja, toen deed ik nog mijn nagels daar in Culemborg bij de Brow Club. Oh ja, toen trainde ik nog 2 keer in de week. Zo, hè? Ik vind het superleuk. Ik hoop jullie ook. Dank je wel in ieder geval voor het kijken naar deze video. Geef het een duimpje omhoog als je dat nog niet gedaan hebt. En vergeet ook niet op het abonneerknopje te drukken als je nog niet geabonneerd bent. En vergeet niet het notificatiebelletje aan te zetten, zodat je nooit meer een video van mij mist. Dankjewel voor het kijken en tot de volgende video. Doei!